Dit weekend wordt natuurlijk weer het culturele seizoen tijdens de Uitmarkt in Amsterdam afgetrapt. Ja. En gaat er veel komen? Ja, al voor de 36e keer met eigenlijk twee grote hoogtepunten die ook op televisie te volgen zijn. Morgenavond een groot concert met alle muziek van Ramses Shaffi, een eerbetoon als het ware. Een beetje triest nieuws is dat Tay Lau van The Scene daar ook aan mee zou doen. Maar bij hem is helaas keelkanker geconstateerd. Waardoor zijn partij wordt overgenomen door Ben Saunders. Het concert is morgenavond te zien op televisie om 21:50. En dan zondag de klap op de vuurpijl, de jaarlijkse musical singalong, ook alweer voor de 8e keer. Ja, ik mee, zit ja, klaar! Ja, met heel veel nieuwe producties. En waaronder Jersey Boys, de show die volgende maand in première gaat. En die jongens gingen deze week al even bij het Metropool Orkest repeteren. Ja, ik heb er heel veel zin in. Het is altijd heel bijzonder elk jaar. Het is echt een beetje het begin van het seizoen. Hè, dus. Ja, het wordt heel spannend met het publiek. Omdat het de eerste keer dat we onszelf laten zien. Maar we zijn er klaar voor. Absoluut. Voor de heren is het aftellen tot de première in september begonnen. De nummers zijn ingestudeerd, maar daarmee is een optreden natuurlijk niet compleet. Vandaag was het lekker met het orkest, lekker daarvan genieten. En op zondag komen de pasjes erbij. We hebben een slide, hebben we ook nog een slide. Yeah. Dan wordt het heel leuk. Het Uitmarktpubliek kan zondagavond tijdens de singalong zijn musical hart ophalen. Liedjes en die melodieën zijn fantastisch. Ja. Het zijn allemaal nummers die iedereen kent. Lekker meezingen. Nou, dat wordt natuurlijk swingen op de bank. Absoluut. Maar je hebt vast ook nog wel een primeurtje als het gaat over de singalong. Tijdens de singalong vindt er de musical duetten top 3 plaats. Daar hebben musicalfans op kunnen stemmen op de website van de AVRO. En wij mogen vanavond bekendmaken wie die duetten gaan zingen. En twee van de duetten. De eerste is het titelnummer uit Phantom of the Opera. We zagen het net ook alweer. Gezongen door Ben Kramer en Joke de Kruijf. Dat gaan ze nu even voor je jammer. Zingen. Het is heel bizar ook natuurlijk dat 20 jaar voorbij is gevlogen. En natuurlijk zie je ook aan jezelf dat je wat ouder geworden bent. Maar het is een hele mooie herinnering, vind ik, hè Ben? Ja, het is het mooiste wat mij althans kon overkomen. Zing deze nacht met mij, ons vreemd duet. Oh, Ben. Want in mijn macht word jij mijn marionet. Nou, het zit er nog op. Het tweede duet zijn Linda Wagenmakers en Tony Neef, die destijds de opvolgers waren. Miss Saigon. In Miss Saigon. Ja, die is leuk. Ik dans met jou en hou je vast als last vannacht de allerlaatste nacht. Dat blijft bijzonder en het blijft ook leuk. Het blijft heel bijzonder ook als we met elkaar kunnen zingen. Ja. Met mooi weer heb ik gehoord, voor het eerst in 5 jaar. Dat is te gek. Vietnamees, mooi. Miss Saigons, weer. Ik neem loempia's mee. Ik de saus. Ja, en ik zag hun van de week repeteren. Ik hoorde hun repeteren. Zij klinken gewoon echt nog eens 15 jaar geleden. Heel knap. Het derde duet is een hele bijzondere combinatie. Simone Kleinsma en Paul de Leeuw. Leuk. Maar er blijft ook even geheim wat zij dan gaan zingen. Oh, maar er zijn natuurlijk een hele hoop, hè? Een hele hoop nieuwe musicals van alle producenten. Noemen ze een Flashdance, Zonneveld, Nederland Musicaland en Love Story. En dat is natuurlijk een hele nieuwe productie met Celine Schoenmaker, groot nieuw talent en Freek Bartels. En omdat niemand zich nog iets kan voorstellen, hebben we een trailer gemaakt. Dus een gefilmde trailer om vast een idee te geven. En daarin hoor je ook voor het eerst nu het titelduet wat ze onlangs hebben opgenomen van Love Story. Wat maakt jou zo slim dan? Nou, zo zou ik bijvoorbeeld nooit met jou koffie gaan drinken. Wat zou je zeggen als ik denk dat ik verliefd op je ben? Hip zeg, zo'n trailer. Heel hip. Ziet er ook mooi uit. Zondagavond singalong, hoe laat? 9:15, Nederland 1. Top.